Vandaag is het de beurt aan Zhuang Feng Guan Er. Letterlijk is het een dubbele wind doorboort de oren of het oor. Want Chinees heeft geen meervoudsvormen. En dat is een heel belangrijk iets waar ik zo meteen op terugkom. Als we kijken naar een beweging die eerder voorkomt in de vorm, dan zitten we bij Yingmianzhang. De palm gaat naar het gezicht. Waarbij je richting het gezicht gaat. En dan van daaruit beweeg je door naar Bai Geliangtje. De kraanvogel spreidt de vleugels. Yingmianzhang, palm naar het gezicht, heeft niks te maken met dat je een klap naar het gezicht geeft of zo. Het heeft te maken met de hoogte waarop je je hand moet bewegen. Want hij maakt als het ware een slap naar beneden, zo'n soort berenklauw, waardoor je de arm meeneemt en naar binnen haalt en dan iets doet met die Bai Geliangtje. Die is nu niet aan de beurt, dus daar ga ik niet te veel op in. Het enige waar het me over gaat is om je een idee te geven van hoe dat soms werkt met die naamgeving. Dat die niet zo letterlijk bedoeld is als het lijkt. Dus als je het hebt over een wind die de oren doorboort, dat heeft niks te maken met een klap die naar de oren gaat. Het heeft alles te maken met de hoogte waarop je je handen moet bewegen. Eerst de beweging. En zoals heel vaak bij Tai Chi kom je met een beweging uit een verhaal. Het verhaal in dit geval begint bij Tui Bu Fu Hu, waarbij je daaruit beweegt. Dan beweegt hij door naar daar Mo Jiang, een soort molensteenpalmen. Fen Jiao. En dan van daaruit, daar is hij dan aan de beurt. Beweegt hij op. En die twee vuisten eindigen op die hoogte. En daar zeg ik meteen iets fouts. Als we het hebben over die beweging, dan eindigt die beweging qua naamgeving, eindigt die daar. Maar Tai Chi beweegt in een constante flow. Dus de handeling, die stopt daar niet. En dat wordt zo meteen relevant en duidelijk. Eerst even de beweging zelf met wat aandachtspunten. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is als je naar beneden gaat, dan kijk het centrum, dat draait een beetje uit. Hier krijg je een soort bounce, waardoor je weer opveert. Maar dan is het dus één kant die naar de andere kant toe draait. Kijken we even naar de beweging los van Zhuang Feng Guan Er. Waarbij je naar beneden gaat. Je zinkt in. Kijk naar het centrum, hoe dat uitdraait. Ik maak die draai niet. Ik ben een klein beetje naar die voet gericht. Als mijn centrum zinkt, dan draait het vanzelf. En daardoor draait deze arm naar buiten. Daar raak ik het laagste punt. Dan stijgt die weer. En de arm die net wegdraaide, die draait nou weer terug. Wat heel belangrijk is, is dus om te beseffen dat het niet een beweging is van dit, waarbij je met twee vuisten naar iemand zijn oren slaat. Het zou ook niet slim zijn, want op het moment dat jij je armen uit elkaar doet, heb je al een klap op je neus te pakken. Als we hem uitkleden en niet te stilistisch doen, dan krijg je dus een handeling waarbij de ellebogen naar beneden gaan. Dat been was los. Dat is, geeft aan hoe je massa zinkt en je leunt op die ellebogen. Dan kantel je een beetje naar deze arm, alsof je hier duwt of druk uitoefent. Deze kant draait weg en die stijgt en die draait er weer in. Nou hebben we net even gekeken naar het verhaal waarin die, waarop die aansluit. Dus de Tuibu Fugu. Daar. Fen Jiao. En daar is dan die Zhuang Feng Guan Er. Maar net zo relevant is het vervolg. Want ik zei al, dit is niet waar die stopt. Dat wordt gesuggereerd als je gaat denken van een dubbele klap naar de oren of iets dergelijks.
Maar ik zei al, dat is het niet. Daar komen we zo meteen op. Het vervolg is, hij leunt in, stijgt, zwaait in. En dan gaat hij open. Stijgt. Daar. En dan draait hij door. En daar gaat hij verder. Die draaitrap, die is hier, of die trap waarna je draait, die is hier heel belangrijk in. Want we zitten daar met een motorisch probleem. Als we kijken naar de oude stijl, de Chun-stijl, dan zie je dat daar een beweging gebeurt die opent. En dan maakt hij eigenlijk zo'n ronde veegtrap. Ik moet hier een beetje voorzichtig zijn met hoe wild ik beweeg. Dus, maar het is dus eigenlijk een ronde veegtrap. Je geeft eigenlijk zo'n voetbaltrap waardoor je vanzelf draait. Wow. En dat is een heel belangrijk ding, want daar zit je mee als je langzaam gaat bewegen. Dan heb je dus geen draai die gewoon achter de massa van je been volgt. Dus het gebeurt wat gecontroleerder en dan krijg je dat het been recht omhoog gaat. Maar nogmaals, het is in feite van daaruit openen en zo'n zwaai, trap, veeg, je schopt iemand zijn been onderuit, dat is het. Ha? Nou komen we bij Zwang Fung Wanner. Wat doet hij? Er is iets vooraf gebeurd. Daar gaan we nou even niet naar kijken, want dan heb ik een filmpje van 3 dagen. Maar gevolg is, je leunt in op een arm van een ander. En je duwt hem aan de kant. Gevolg is dat hij daaruit wegdraait. Deze arm, misschien sla je wel, misschien sla je niet. Maar eigenlijk heb je met deze een arm vast. Met deze draai je over de persoon heen. Je blokkeert hem op de borst. En je schopt hem onderuit. Dus belangrijk hieraan om te onthouden is dat dit geen moment is. Maar, ja, een moment, maar niet iets van daar zit een impact. Het is een doorgaande iets. Daar. Nou dat. En daar heb ik even iemand bij nodig. Dus. Dit is Karel. Dag Karel. En nou, we hadden een handeling vooraf. Met als gevolg dat ik hierop inleun. Daar. Dit. Hier heb ik contact. Dit draait open. Daar. Natuurlijk kun je hier slaan, maar in plaats daarvan schiet ik er langs en veeg die. Dat. Dus, nog een keer. Gewoon omdat het leuk is om met mensen te smijten. Hier gebeurde iets wat blijkbaar voortgang behoeft. Daar leun ik in. Ik zie die arm komen. Die dek ik af. Van daaruit schuif ik er langs. En je schopt hem, dat is die handeling, onderuit. Zo. Dus, dankjewel Karel. En dat is het verhaal van Zwang Fung Wanner.